zonsopgang. Na 2 dagen storm hebben we weer een redelijk witte wereld. Goedemorgen allemaal. Dat is bij Steve. Komen uit zijn tuin. Hij moet nog terugkomen van nachtdienst. Het is vroeg. 2 hertjes in zijn tuin. Leuk. Wat ruik jij? Hé, blijf eens hier. Nee. Nee. Je gaat aan de lijn als je hem peert, hè. Kom, hier. Hij ruikt ze. Er staat nauwelijks wind. Mag ook wel. Het heeft 2 dagen gestormd. Er staat er nog een. Ik weet niet of jullie die zien. Daar. Dat witte vlekje is zijn kont. Oh, hij loopt zachtjes weg. Jeetje, ze zijn slecht te zien, maar ze lopen weg. Daar zijn ze. Steve's huis. Ze komen graag bij hem op het landje. Hij heeft een composthoop. Die is interessant voor ze. Leuk. Die 2 anderen zijn hierheen gegaan. Nou, het zijn niet te zien. Wat herten doen. Ze lopen een stukje het bos in. En aan de rand blijven ze staan kijken, net tussen de bomen. En als je de kont niet meer ziet, dan zie je ze echt niet meer staan. Plek tussen de bomen daar. Zien jullie hem? Dat is de maan. Die staat al een paar etmalen heel laag. Heel groot is die. Hij is vol. Gisteren was hij bijna vol. Hij is te laag helaas om te filmen. Het is net een tweede zon. Ik ga straks de wildcamera controleren. Die beelden plak ik hier direct achter. Als er beeldetjes zo zijn. Ik heb wat afval van mijn appeltjes neergegooid. En brood wat ik over had. Dus ik ben benieuwd of die is teruggekomen, ons hertje. Er stond wat schade in het bos. Er zijn wat bomen afgeknapt. Die heeft heel veel op de weg gelegen aan kleiner spul. Twee dagen storm met hagel en windstoten. Ja, het is wel gek geweest. Ik ben ook niet veel buiten geweest. Alleen maar om de spullen te repareren.
heb ik niet gefilmd, want dat ging tekeer. Ik heb het, het cel van de kast gerepareerd. En het dakje van de tuinkamer heb ik met grote schroeven vastgemaakt. Alleen de molen ligt nog op zijn gat. Nou ja, die gaan we straks wel overeind zetten. Kijk, die boom is afgeknapt. De rest ligt hier. Echt niet te geloven. Zonde. Het is gewoon gescheurd. Het is weer mooi. Het ruikt heerlijk. Hele scherpe, frisse lucht. Ruikt heel zuiver. Nou, gauw naar het ontbijt. Als er wat te showen is, dan laat ik jullie dat zien aan Wild van de Tuin. En anders gaan we door met de orde van de dag, die er niet is. Lekker, hè? Hey, scharrelaar. Kom, lieverd. Ik hou je in de gaten, jij. Je staat me te veel bos in te kijken. Oh. Tjoe. Lijkt net of hij help, help roept. Help, help. Maan. De geluiden die jullie horen, die horen gewoon in dit filmpje. Ik heb niks geëdit. Oeh, daar is die. Ik sta het uit de losse hand te doen. Hij is mooi, hè? Wat ik hoor. Ik weet wie daar aankomt. Dat is Steve. Ik zie hem komen. Hij komt net terug van zijn nachtdienst. Daar komt je vriendje. Kom eens hier. Ga zitten in die. Goed zo. Hey, goedemorgen. Hallo. Zo, goeie nacht die schat. Ja hoor. Mooi zo. Statje. Nou, zo. Ik beginnen weer een nieuwe dag. Jij begint aan je nacht. Ik ga slapen. Ja, lekker. Nou, gozer, slaap ze. Bye bye. Doei. Is bij onze overbuurtjes. Daar word ik niet vrolijk van. En het gaat volgens de andere buurvrouw weer stormen. Morgen of overmorgen. En die denkt, je kan maar wat. Ik wil naar de warme kachel. Nou, de haan is ook wakker.
Zo. Te Hulde. Nou. Het voelt alsof het een mooie dag gaat worden. Ik hoop dat het voor jullie ook zo is. Molen op zijn gat. Dat is alles wat over is van de vlag na de storm. 40 bomen over dat stukje van 15 kilometer op de weg. Ja, en toen? Als je even hier komt, moet je even door, hè? Moet je even door. Ja. 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 Dan moet hij eronder wachten. Dus krijg je hier allemaal rust. En dan moet hij het ook wel even. Nou, we zeggen dat vader op zich gewoon mee komt. Ja, dat zal even. Loodzwaar dat ding. Even laten zien. Ja, die kikkers die zijn dood. De kikkers zijn geplet. Maar hij heeft toch wel wat schade geleden. Hij is met een knal terechtgekomen. Ja, hij ligt hier wel uit het lood. Nee. Ja, dus deze, deze is niet goed meer. De kost is kapot gegaan. Ja. Maar goed, hij draait toch niet meer best meer. Nou, hij draaide best wel goed. Maar nou draait hij niet meer. Dus dat moeten we een mooie ooit handgeschilderde. Ooit, ja. Op de priolijst. Niet. Ah, molen overleden. Nou ja, de schade is... oh ja, hier is hij ook gebarsten. Nou ja, goed. Het valt me mee. Ik dacht dat ze gebroken waren helemaal, maar dat is niet zo. Ja. Oh ja. Ja, ja, ja. Ah, van een flinke duiker gemaakt, zeg. Als het niet meer vriest, dan kun je ze een beetje terug. Dan kan je hem een beetje in fatsoen brengen. En je moet inderdaad even voor of achter, maar ik denk dat hier aan de voorkant. Ja. Een beetje aan de achterkant in. Ja, 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 ja. Ja, dat zat al zo. Oh nee, nee, schroefje is losgeraakt ook van onder. Ja. Kan dit er niet onder? Is dit er niet te veel? Zo? Ja, dat werkt wel goed. En de kikkers zijn... die zich in de aarde geplant. Nou, maar dan passen ze wel hieronder. Ik zie een paar onderdelen. Nou ja, ze zitten nog steeds. Ik bedoel, onvoorstelbaar. Goed, de overblijfselen van de molen. Het is wel jammer. Maar dat krijgen we wel weer gerepareerd. Dat komt wel weer goed. Het is inderdaad, je ziet dat het vriest, want alles zit erop vast. Die is een beetje uit het lood. Ja. Ach joh. Nou, thanks.
Dan hebben we alle zichtbare schade weer redelijk kunnen herstellen. Ik ga even de vogels water geven en het water bij de... Kanarietjes even ontijzen. Ontijzelen. Hebben jullie al gedaan? Oh, thank you. Ik had ze appel gegeven gisteren. Hebben ze daaraan gegeten, want het lag ernaast. Heb je dat gezien? Nee, ik heb daar even mijn water gegeven en een vloer gekeken. Maar je hebt een kleine bakje water vervangen. Ja. Maar dat was ook kapot, hè? Lekt het nou niet dan? Nee. Oké. Voor de muiten. Voor de hongerige muiten. En ik zie dat dit er nog ligt. Dus het brood is wel helemaal weg. Maar er waren net eksters in de tuin, dus die hebben het brood waarschijnlijk meegenomen. Zo. Kijk, joh. Oh, ja. Het was alsof ze stof gezogen hadden hier. Zo netjes was het. Geen kruimel meer, hier ook. Maar je kan echt merken dat ze nu wel honger hebben, hoor, de beestjes. Zo. Hier nog een beetje. Alle kiddo. Goed. Indietje, ga je mee? Indie. Goed, zo. Nee, die kant op. Goed, zo. Hopla. Frips, naar binnen. Wat ruik je nou weer? De buurman die komt langs met eten voor zijn koetjes. Oh nee, die stak aan het opruimen in zijn kar. Nou. Nou weer. Zo, naar binnen. Naar binnen. Gaan we naar de kogel. Oh, lekker warm, hè? Min 5. Nou, valt mee. Dat gaat goed. Ik ben alweer brood aan het roosteren. Gooi niks weg. Of het gaat naar de vogeltjes of het gaat in een doos en we bewaren het. Koud. Nou, even nog een bakje. Tot straks.